Welkom bij de allereerste video van het allereerste tijdvak, de tijd van jagers en boeren. En bij dit tijdvak horen drie kenmerkende aspecten. En het eerste kenmerkend aspect is de levenswijze van jager-verzamelaars. Dit is een kenmerkend aspect dat een hele lange periode beslaat, namelijk de oude steentijd. En dat is een periode van ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden tot zo'n 11.000 10.000 voor Christus, dus echt de langste periode die we zullen gaan tegenkomen, maar toch weten we maar heel weinig over deze jager-verzamelaars. En dat komt omdat er heel weinig bronnen uit die tijd zijn overgeleverd. En bronnen zijn de bouwstenen waarop wij de geschiedenis schrijven. Nou, hier zie je een aantal bronnen uit die tijd van die jager-verzamelaars. Je ziet bijvoorbeeld links een beeldje van een vruchtbaarheidsgodin, tenminste dat denken we weten het eigenlijk niet precies wat het is. We zien een rotsschildering met erop een of andere jachttafereel en we zien rechts een aantal stenen werktuigen, pijlpunten zo te zien. Nou, de kenmerken van deze bronnen en bronnen uit de tijd van de jager-verzamelaar sowieso, is dat ze ongeschreven en primair zijn. Ongeschreven wil zeggen dat er nog geen schrift is gebruikt en dat komt simpelweg omdat het schrift nog niet is uitgevonden. De jager-verzamelaars leefden in de prehistorie. En historie betekent geschiedenis en pre betekent voor. Voor de geschiedenis dus eigenlijk. En dat klinkt misschien een beetje raar. Ik bedoel, we gaan toch gewoon kijken naar vroeger, dan is toch alles geschiedenis? Nee, de manier waarop wij naar geschiedenis gaan kijken, waarop wij de geschiedenis gaan bestuderen, heeft vooral te maken met de periode waarin er geschreven bronnen zijn. Want dan kunnen wij namelijk pas echt erachter komen wat mensen dachten en wat mensen belangrijk vonden. Wat de jager-verzamelaars dachten en belangrijk vonden, ja, daar kunnen we alleen maar naar gissen op basis van de voorwerpen die we terugvinden. Maar we hebben geen dagboek van een of andere jager teruggevonden, dus ja, we weten het eigenlijk niet precies. De bronnen uit de tijd van de jager-verzamelaars, uit die prehistorie, zijn sowieso altijd primaire bronnen. En primair wil zeggen dat de bronnen uit de tijd zelf komen en dat ze uit de eerste hand zijn, dat ze door ooggetuigen gemaakt zijn, oftewel door mensen die erbij zijn geweest. Nou ja, en wat vertellen die bronnen ons dan over de jagers-verzamelaars? Dat blijft eigenlijk een beetje gissen, maar we kunnen wel een aantal belangrijke kenmerken op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld het allerbelangrijkste kenmerk wat hun middel van bestaan was. Hun middel van bestaan was namelijk jagen en verzamelen. En dat begrip middel van bestaan, daar blijf ik even iets langer bij stilstaan, want een middel van bestaan is eigenlijk alles bepalend in de menselijke geschiedenis. Een middel van bestaan is de manier waarop mensen in leven blijven, waarop ze daarvoor zorgen. En dat bepaalt eigenlijk hoe mensen ook samenleven. Nou ja, die jager-verzamelaars, die leven dus van jagen en verzamelen. Ze jaagden op grote wilde beesten, die ze niet alleen gebruikten voor het vlees, maar waar ze bijvoorbeeld ook de huid en de botten voor gebruikten om allerlei voorwerpen van te maken of om kleding van te maken. En ze verzamelden allerlei eetbare planten en gewassen. Het feit dat de jager-verzamelaars op deze manier leefden betekende nogal wat. Want als bijvoorbeeld in een gebied alle eetbare planten op waren, ja, dan moest men verder trekken of als alle beesten weg waren of iets dergelijks. En een middel van bestaan bepaalde ze ook hoe de rest van de samenleving er eigenlijk uitziet, hoe mensen verder leven. En het middel van bestaan bepaalt dus ook het samenlevingstype. En het samenlevingstype van de jager-verzamelaars was, heel simpel gezegd, een samenleving van jager-verzamelaars. En hier hebben we weer een belangrijk algemeen begrip, namelijk samenleving. En de samenleving is ook wel de maatschappij, wordt die genoemd, de manier waarop eigenlijk de bevolking een sociaal geheel vormen. Hoe mensen dus eigenlijk met elkaar samenleven. Doen ze dat in grote groepen of doen ze dat juist in kleine groepen? Is er veel rijkdom? Wat voor soort middelen van bestaan zijn er? Hoe gaan mannen en vrouwen met elkaar om? Is er een godsdienst? Is er een bestuur? Al dat soort zaken spelen een rol. En een samenleving of de geschiedenis sowieso, die kun je dan ook vanuit deze verschillende invalshoeken bestuderen. Je kunt dus kijken naar de politiek, je kunt kijken naar de economie, naar de sociale verhoudingen of naar de cultuur van een samenleving. Politiek heeft te maken met het bestuur van een samenleving, hoe wordt die samenleving bestuurd. Economie heeft te maken met de vraag hoe mensen aan hun voedsel komen, hoe ze aan hun inkomen komen, wat dus de middelen van bestaan zijn. Sociaal heeft niet te maken met of mensen elkaar aardig vinden, of ze sociaal voor elkaar zijn of iets dergelijks. Die verwarring die kom ik in de les nog wel eens tegen. Nee, sociaal heeft vooral te maken met hoe de verhoudingen binnen een bevolking, binnen een samenleving liggen. Zijn er veel oudere mensen of juist veel jongeren en hoe gaan die met elkaar om?
Leefden mensen vooral in de stad of op het platteland? Hoe zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen? Dat soort zaken spelen een rol bij sociale verhoudingen. En cultuur is ook al zo'n lekker vaag begrip, maar cultuur heeft te maken met de gedachten en de gevoelens van de mensen en de manier waarop zij deze uiten. Religie, geloof is een heel belangrijk onderdeel van de cultuur, maar ook wetenschap heeft ermee te maken, of schilderkunst en allemaal van dat soort zaken. En dit zijn eigenlijk de vier bouwstenen van een samenleving en dus ook van de geschiedenis. En als we nu naar de jager-verzamelaars gaan kijken, dan zullen we eens kijken hoe hun samenleving precies is opgebouwd. Op basis van die weinige bronnen die we ervan hebben, die gebrekkige kennis. Ik heb even het blokje economie bovenaan gezet, omdat dat middel van bestaan eigenlijk alles bepalend is. En dat middel van bestaan heeft dus te maken met de economie. Nou, daar hebben we het al over gehad. Wat was het middel van bestaan van die jagers-verzamelaars? Dat was jagen en verzamelen. Hoe werd zo'n samenleving bestuurd? Nou ja, dan moet je weten dat die jagers-verzamelaars, dat die eigenlijk maar in hele kleine groepen leefden. Die nomadisch waren, die trokken dus rond. En eigenlijk was er geen sprake van een echt georganiseerd bestuur, tenminste niet voor zover wij weten. Er zal ongetwijfeld een groepsleider zijn geweest of iets dergelijks, of een clubje van mensen die af en toe een groep aanstuurde, maar echt een georganiseerd bestuur met alle instituten erbij die de hele samenleving aanstuurden. Nee, dat was er niet en dat was ook niet nodig, want mensen leefden in groepen die nooit eigenlijk groter waren dan, nou laten we zeggen, 30 mensen of zo. Dat is dus niet zo heel veel. Tussen de 10 en de 30 mensen. Zoveel mensen ongeveer als jij in de klas zit. Daarmee leefde men hun hele leven bij elkaar. Ja, en dan heb je niet echt bepaalde politiek nodig. Hoe zijn de sociale verhoudingen bij de jagers-verzamelaars? Eigenlijk waren er weinig sociale verschillen. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat ze in hele kleine groepen samenleefden. Er waren dus geen armen en geen rijken in de groep, want men leefde als een groep bij elkaar en iedereen had dezelfde plichten en hetzelfde werk te doen en dergelijke. Wel was er bij de jager-verzamelaars een duidelijk onderscheid in de taken tussen mannen en vrouwen. Er was een strikte rolverdeling. De mannen waren vooral verantwoordelijk voor het jagen, terwijl de vrouwen zich vooral bezig hielden met het verzamelen van het voedsel en ook voor het zorgen en de opvoeding van de kinderen. Ja, en wat weten we van hun cultuur? Wat denken en voelen de mensen en hoe uiten zij dit? Nou ja, in die tijd zijn er dus geen geschreven bronnen, nogmaals, het is prehistorie. Dus we weten het niet precies en we kunnen er alleen maar naar gissen. Maar archeologen hebben wel allerlei zaken teruggevonden. En op basis daarvan denkt men dat die jager-verzamelaars en allerlei magische jacht- en vruchtbaarheidsrituelen deden. Denk terug aan die bronnen die we eerder zagen. En ook zijn er heel veel zogenaamde grafgiften teruggevonden. En grafgiften zijn voorwerpen zoals sieraden of wapens die in graven van jager-verzamelaars zijn teruggevonden. Wat men ermee heeft willen bereiken? Geen idee, maar die grafgiften kunnen er dus op wijzen dat de mensen toen geloofden in een leven na de dood en dat de doden daar de grafgiften misschien nodig zou hebben. We weten niet precies, maar dit is in ieder geval de manier waarop de eerste moderne mens met elkaar samenleven.